Hallo allemaal, welkom bij Gym. Ik ben EJ Luna, uw virtuele realiteit voor vandaag en de komende zaterdagen. Samen met Peter Hoogland ben ik hier om de andere EJ's en hun programma's aan u voor te stellen. En dan nu over naar mijn harig monster, Peter Hoogland. Dag lieve Luna en goedemiddag allemaal thuis. Wij staan nog op onze werf, zou je zeggen. Dat is ook zo, want er is nog heel veel werk hier. Met andere woorden, het gaat hier nog geld kosten. Dat gaan ze graag horen. Dit is Gym. Vanaf vandaag zijn we er elke dag. 24 uur op 24 kan je Gym bekijken, kan je volgen, kan je de muziek horen, kan je de movies zien. Alles erop en eraan. Gym, dat staat dan weer al voor natuurlijk een hart. Een hart heeft het. Dit is het hart van dit tv-station, zoals ze dat noemen, de eindregie. Hier zitten mensen die het allemaal sturen, begeleiden, controleren, in de gaten houden, ons helpen. En ons, dat zijn dan weer al de gezichten. En die gezichten, die vind je in een studio. En in die studio, daar zitten we nu. En in die studio, daar zit Gerrit ondertussen. Dag Gerrit. Dag Peter. Alles goed? Absoluut, absoluut, absoluut. Dag Gerrit. Sorry, dag Luna. Ja, ik had u niet gezien. Neem me niet kwalijk. Ah, oké. Okay. Even kennis maken. Ja. Maar dat hebben jullie ondertussen al. Dat hebben we ondertussen al kunnen doen, terwijl dat jij in de gang stond. Voilà, bijvoorbeeld. Ik heb een eerste ding voor je. Zeg me even na, de kat krat de krollen van de trap. Dit is een smerige zet. Dit is een smerige zet. Verraad, verraad, verraad. Kan u de zin nog eens even herhalen? De kat krat de krollen van de trap. Ik ga het bij het laatste houden. De trap. De trap, ja. Je weet waarom ik het vraag. Hè? Ja, en je kan misschien beter zelf vertellen. Maar je bent uit Brussel. Ik kom uit het Brusselse. Je hebt inderdaad. Zo'n lekkere, rollende R. Laten we het bij een Brusselse R houden. En dan gaan we lekker mee dollen in de toekomst. Daar gaan we lekker mee dollen. We gaan dat proberen zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Synoniemen zoeken, beter gezegd. Synoniemen zoeken. Gerrit. Peter. We hadden gezegd dat we de eerste clip gingen laten kiezen door de kijkers voor een deel. Ja, we hebben daar zelf natuurlijk veel discussie over gehad. Absoluut. Maar uiteindelijk moet het wel een kijker zijn die moet beslissen welke clip wij tonen. Ja. Maar Luna, jij had 3 voorstellen, geloof ik, hè? Ja, ik had God is a DJ van Faithless, ja? Catch van Cosheen, ja? Ofwel Hijo de la Luna van Mecano. Ja, dat laatste dat had met jou te maken, geloof ik. Ah ja, natuurlijk. Dat wordt mijn lijflied. Ja. Maar als je die clip nu wil kiezen, dan kan jij dat thuis doen. En dan moet je bellen naar 070-222-546. Dus 070-222-546. En als je goed kijkt en je tikt, dan lees je Gym. Dus 070-222-GYM. Dat is ons telefoonnummer, dat weet je nu ook. Wil je ons mailen, dan kan je dat ook. studio@gym.be. studio@gym.be. Dus nu bellen voor de clip. Gaan we eens kijken. Ik zie dat de lijnen vol hangen. En, ja, u kent het toestel beter dan ik, dus ja, Peter. Ik zal het nu de eerste keer zelf doen. Daar hangt Lotte. Als het goed is. Lotte, goedemiddag. En ik hoor en geen Peter Lotte. Peter kent het toestel absoluut niet. Laat ons even naar lijn 2 gaan. Lijn 2. Ja, ja, dan nemen we deze. Dag, met wie spreek ik? Hallo. Hallo, met wie? Ah, met Gavira. Met? Gavira. Gavira? Ravira. Ravira, hey, dag Ravira. Het is mijn nee, Gavira. Eigenlijk moet ik heb niet opgenomen, dat is wel een hele gerust. Ravira. Zeg het maar, wat had jij graag gehoord? Dat laatste. Dat laatste? Ja. Ja. Maar dat was God is a DJ van Faithless. Ja. Nee, dat was Hijo de la Luna. Ja, maar mogen wij even, dit is de eerste keer, Luna, wat een idee van jou om deze clip aan te Ja, ik wou direct al een beetje ambetant doen, snapte. Ja. Maar wij moeten afronden, Savira. Savira, ja. Maar... Ja, oké, je smet ze nu gewoon van de lijn, of? Oh, nee, ik hang er nog aan. Ah, oké, is Faithless voor jou toch nog een mooie oplossing? Ja, oké. Okay. Oké, dan gaan we daar even naar kijken. Ja, Faithless, God is a DJ. Absoluut. Gym TV.